niet anders wist wie achter het net. Waar is die fan? Waar is die fan? Waar is die fan? Waar is die fan? Die op zijn dienst ons fijn verwens. Waar is die fan? Waar is die fan? Die op zijn dienst ons fijn verwens. Dat hoor je goed. Deze jonge vrouwleu, die zich het duo Mix noemt, komt uit Hengel en ze zingt geen Engels met Twents. Een leerke oude verkering kreeg. Niet in het Nederlands, niet in het Engels, Duits of Frans, maar gewoon in de eigen spraak van ere strek. Wordt er nog veel Twents dialect of plat, zoals het ook wel genoemd wordt, in Twente doen? Nou, dat is gewoon een vrouw op markt in Riezen. Praat u normaal Twents of Nederlands? Nederlands. Nederlands. Ja. Kunt u ook Twents? Als ik mijn best doe wel, maar ik word wel uitgelachen, denk ik. Waarom? Hoe komt dat? Dan maak ik fouten mee. Ja. En u bent bang om fouten te maken in het Twents? Nou het is misschien voor anderen wel amusant, maar nee, daar hou ik het toch niet vol, heel gesprek. Nou, in Twents en verder kan je het. Ja, daar zit je aan. Ja. Een beetje moeilijk, maar. Ja, maar waardoor het leeft, wie de leu bent en die heeft een gesprek. En die leu kent ook Twents, waar die aan het leeft in Twents of gaat het toch wel in het Nederlands? Ik doe een beetje met. Ik doe gewoon een beetje mee, zoals nu ook. Zo. Als de leu in Twents tegenhoe begint, dan versta je ze wat? Versta ik ze altijd. Waarom niet? Vrouw is zo'n 5 gulden gaat, meneer. Waarom zou ik ze niet verstaan? Dat is internationaal. He? Ja. Jongens, wanneer praat jullie Twents? Wanneer we de Twents praten? In huis. Ja, en waarom praat je nu Nederlands tegen mij dan? Ja, dat vraag je me zo. Ja, ik praat toch Twents tegenhoe? Ja. Je moet nog Nederlands kan je naar school, hè? Moet dat? Ja. Kan je niet in Twents terecht op school? Ja, kan wel, maar met buitenland staan, hè. Ja. Kan je moeilijk aan naar in Twents praat op school? Nee, dat niet. Zoals ze maken nog soms opmerkingen over me. Hoezo dan opmerkingen? Ja, de jongens uit Nijverdal of zo. Die moet dat even nadoen en die moet weer in hun eigen taaltje. Wat praat u het liefst, in Twents of in het Nederlands? In Twents. Ja? En kun je overal met Twents terecht? Nee, niet overal. Maar wat pas je dan makkelijk aan? Of, Ja, natuurlijk wel, dan praat ik Nederlands. Ja. Maar het liefst doe je het in, heb je veel kennissen die Twents spreken? Tuurlijk, allemaal. Allemaal? Ja. Spreekt u Twents? Jawel. Ja? Komt u hier vandaan? Ja. Ja? Laat me in Twents verder gaan dan. Ja, is best. Hoe praat je leven in Twents of in Nederlands? Nou, beide. Laat me niet zoveel doen. En waar ligt het dan, als je in Twents praat of in Nederlands? Van hun leuven ook met praten. Heeft wel leuven waar je in Twents met praten kunt? Of? Ja, geregeld. Praat je in het hoes op Twents? Ja. Met de echtgenoten, hè? Met de kinderen niet. Waarom niet? Nou, ik weet niet, lijkt me. Okay. Ik heb het idee dat ik tegen u Hollands moet praten. Ik weet niet hoe dat komt, dus dat gaat me makkelijker af. Hoewel ik in Twents praten? Ja, toch. Maar dacht niet. Ja, maar je doet het vast niet elke dag. Kijk, zo omdat ik vreemd ben? Ja. Je vertelt wat Twents, begrijp ik. Ja, ik praat plat. Praat je meest Twents of Nederlands? Gewoon plat. Ja, Twents. Ja. Ja. In het hoes ook? Ja, altijd. Ja. Heb je kinderen? Ja, 3. En hij die ook Twents leert of niet? Twents, ja. Op school doen ze Hollands, maar... Dan begin je ook in het Hollands tegen mij. Ja, dan begin ik ook iets Hollands. Ja, dat doe je automatisch vaak, hè. Omdat ik vreemd ben. Ja, zeker. Mm-hmm. Ja. Eigen Twents spreekt of verstaan kunt, of als je wat dieper op de taal ingaan wilt, kun je ook aan een cursus meedoen. In Eerschen geeft mevrouw Gebbink les. Annie? Is staf mannelijk of is vrouwelijk? Nee. Nun staf. Sinterklaas met een staf. Nun staf? Ja, nun staf. Hij heeft een heel mooie staf. En dan beginnen we bij Jannie. Dus het is bladzijde 13. Een tukken met klootscheten kunnen. Meer winterhoorn blazen en Twent doen. Wat er wel eens is zegt. De sport van het klootscheten. Er zit ook lui op de cursus die niet uit Twente komt. Dit is mevrouw Komp uit Den Haag. Waarom doet ze nu met aan zo'n Twentse cursus? Omdat ik een Twentse man heb. Een Twentse schoonfamilie.
En ik Twents erg mooi taal vind. Gewoon de uitdrukking bijzonder mooi vind. En ja, ik wil graag eigen zijn met de Twentenaren. En lukt dat een beetje? Het spreken niet, nee. Het versta, ik versta het nu wel. Het was eerst een vreemde taal voor me. Ja. Want toen de buurvrouw en de kolenboer bij, met mijn schoonmoeder stonden te praten, verstond ik er absoluut niets van. Helemaal niets. Mm-hmm. En nu versta ik dus alles, zo goed als alles. En nu wil ik dus het graag ook kunnen spreken. Mm-hmm. Of beter kunnen spreken. Want helemaal leren doe ik het toch niet, zeggen ze. En vind hij goede cursisten in de klas zitten door zijn goede beste? Oh ja, daar heb ik nooit geen klagen over. En, geef je veel hoeswerk? Ja, ze brengt elke keer wat met. En dat wordt duftig nakijken. Nou, en dan kunt ze zien wat u doet van duch. En dan kunnen we dat. En als je bepaalde woorden niet weet, dan bindt de twee woordenbeugen. Twents-Nederlands en Nederlands-Twents. Deze woordenbeugen bindt schrem door Karel Schoenveld-Wiggers. Daarin wordt ook alle kennispulletjes beschrem. Wel in Twents lezen wil, kan in elke bibliotheek terecht. Op de provinciale bibliotheekcentrale Overijssel-Oost in Born liggen een smakbeuk, tijdschriften en krantenartikelen in en over het Twents. Hier is ook de Twente Academie te vinden. Een centrum dat alles wat met de Twentse cultuur van vroeger en nu te maken heeft, bij elkaar gaat het. En er is ook een bibliotheek met allerhande beuk met verhalen en gedichten. Het Twents klinkt niet overal hetzelfde. Het verschilt van stie tot stie in Twente. Wie luistert hem naar Albert de Wilde uit Markel, ten gang is met melken van de beest. Nou, dit zijn het melken in de lichtboxenstel. Ja, zo is een beetje bruksjes. Dit is dan een heel ander systeem dan de vroeger. Ik vroeg even naar de beest, hè. En op zo'n manier komt de beest bij de boer. Dat is zo mooi. Eerst door het zit een beetje klaarmaken, want er zal een beetje rommelen. Als we dan nog eens heel goede kwaliteit melk krijgen. Het klaarmaken alleen is om niet alleen om klaar te maken. Tevens is er nog een. Dat de beest de melk een beetje beter laat scheten. Hè. Dat prikkelt de weefsel, zei ze dan, het uienweefsel in. Schudt de melk beter. Het mooiste van het melken is altijd dat je mooi rustig met de beest in wordt. Dat is wel een heel belangrijk ding. Anders heb je langs van die zou je dan hoog 60 meter. Dat is een mooie indraving. En dan kijk ik hoe de melk komt. Om wat verschil te laten horen, lusten we hier naar een schoolmeester, Henny Engelbetting uit Rossum, die goed Twents doet, omdat alles wat met de Twentse spraak en cultuur te maken heeft, zijn leven brie is. Hier is de gangs met maken van met winterhoorn. Dat met een paar weg druk, en hij er aan toe komt om het te gaan maken, dan gooi je het met een trekmes. Dat is een trekmes hier. Daar kun je het dan mooi met afhalen. Hè. Zo aanhalen. En als je dan die mooie vorm erin krijgt. Onderaan luk brede. Hè, en dan met het luk smal zo toelopen. Dan gooi je het af schuren met schoerpapier. Hè. Dan gooi je het zo over. Hè. Dan moet je dat mooi glad krijgen. Zie je wat? En dan gooi je met nog een aannemer in. En die heeft een mooie leentzaag ervoor. En die kan het een half duur zagen. Dan krijg je dus twee helften. En als je zoiets hebt, dan gooi je op zo'n bank, een tafel. Gooi het goed vastdraaien hè, met zulke liemtang. En als het goed vast zit, dan pak je een gutsbeitel. Eerst zo'n klein. En dan begin je. Boma met oet te gutsen. He? En dan later dan kun je een bredere gebroeken. Dan schudt het ook herren op. En dan kun je deze ongeveer hier. En aan het oeteinde en dan kun je nog een grotere gebroeken. En dan schudt het ook veel herren op. Oppassen dat je niet de waard heen steekt. Want dat moet ongeveer een klein centimeter dik worden.
Hij is ook secretaris van Kring voor het Twentse Sprook. Dit is een koppelui die zich druk maakt voor het Twentse Sprook. Nou, hier heb ik dan zo'n spool, wat natuurlijk ook een mondstuk te denken, of een hap, zegt ze ook wel. En daar kun je dan op blazen. Deze spool, die mijn vader nog maakt, en dat is al minstens 40 jaar oud. Je kan ook het beste op zo'n spool blazen. Als ik een nieuwe spool maak, dan lukt het me nooit om het zo mooi en zo groot te maken als op deze. Je kan hier ook het beste op blazen, aanleuk kunt op deze spool als niet blazen. Ja, dan kun je het volgende geluid. Wordt er op school Twents spraken? Zung wel op de benarde school in Onzel. Onder leiding van de muziekjuf zingt de kene het Twentse volkslied in Twents. Zo ligt tussen Dinkel en Regge een land, ons mooie en eerige Twente. Het land van het werk en het land van natuur, wie priest door om zeurig ons Twente. Door zee had de essen de rouwen nog stond. Door Stekstrom en Bekske de mullen nog gewoon. Door ligt nog het hit in het peersrode kleed. Dat is onze lieflijke Twente. Dat is onze lieflijke Twente. Wordt wikkeld zien ze uit het ekel afstek. De lutten zien bergen loud leken. Wat brouwen zien barnen en boerschap en staat. De heun om het winter loud klinken. Door kronkelt het dinkel nog aardurend land. De bussen en vers langs het losse zand. Door rustte ons oog van nog boven op den berg. Op vredige landschap ons Twente. Op vredige landschap ons Twente. Mensen praten niet uit Twents. Je zit een paar kinderen bij elkaar met de juffrouw. En we wilden ze hem horen of de kinderen ook gewoon Twents praat. Hoe is het met u? Mag hoor. Ja, maar ik bedoel eigenlijk of hij ook al die Twents praat. Ja, meestal wel. Ja. Wat vind je fijner, in Nederlands praten of in Twents? Twents. Waarom? Voel ik mij al beter op gemak. En hoe is het met doen? Goed. Ja. Maar ik bedoel wat anders. Ja, ik vind Twents wel leuker. Want dan is een leukere taalspreuk. Wat bedoel je daarmee? Dat een leukere taal is. De juffrouw die praat geen Twents, maar die kan het wel verstaan, neem ik aan. Ja, dat klopt. De kinderen die praten geen Twents tegen u in de klas als ze wat vragen, hè? Nee, ze praten allemaal Nederlands. En ook de kinderen die normaal Twents praten, doen dat ook. Zouden ze dat willen? Zouden ze dat mogen? Ze zouden het wel mogen. Maar we gaan er toch op school vanuit dat ze Nederlands moeten leren. Mm-hmm. En bij de kleuters van 4 jaar die op school komen, als die alleen Twents praten, worden ze wel als zodanig eerst opgevangen, maar dan wordt hun toch wel Nederlands geleerd. Omdat het Twents maar op zo'n klein gebied gesproken wordt, dat ze daar niet verder mee komen. En hoe is het met jou? Of hoe is het met u? Goed. Kan je Twents praten? Nee. Nee, maar verstaan kan je het wel? Nee.
Ook niet zo beste? Eén die in Twents gedichten maakt, is Ben Vrij uit Eenschen. Ben Vrij is zijn schoolnaam. Eindelijk heet hij Jan van der Velde. Hij leest voor uit eigen werk. Het lijm. Het lijm is lik mijn strupke. Zit ook uit in knup. Wereld. In het universum is de aarde nog uit de beste planeet om ozem te halen. Maar de bindleu die vindt de wereld zo slecht dat het beter zal kunnen lopen. Dat krie, wat heeft vannacht vreuren, allerbassen zwart koolt, vergek en onwies meer dan een half uur de roeten stond krabben en beunen, al eer ik voort kon rie. Jo, dat krie, als je geen fietsen hebt. Storm, tweet hard, het blus, het roost, het boest, de beun buigt, kromt zich, kroept in mekaar, de tekker ruzelt, zwakt, kraakt, breekt. Mangs, als het even stil is, doet de boom umkie. Of er nog meer poes komt. En nu heb ik ook nog een paar spreuks geschreven. Van die hele gewone spreuksjes zoals je dat van vroeger kent. Rood Kepke, Klein Duimke, Deurnereuske enzovoorts. En ik wil u wat voorlezen uit een stukje uit Klein Duimke. Vlak bij een bos woon eens een holthakker, die zeum kinder haar. Almal suns. Een man verdiende niet veel. En het gebeurde vaak dat er geen eten in het hoes was. Een van de jongens was klein, heel klein, veel kleiner als die anderen. En daarom noemt ze. In Twents wordt over dan meer zung. Heun wie het duo mixa hem. Nu gauw lusten nog Hanneke Hidding, onderwijzeres in Nede en bestgereus, leraar Engels in Goor. Dialect heeft tegenwoordig alles met. Was vroeger ordinair en plat, daar is het nu niet meer. Wordt steeds meer in het zinneken zet. Je kan het rustig praten, want de met val je nog op uit niet gebroekt in dagelijks verkeer. Ze treedt ook vaak op. Hier zie ze in het concertgebouw in Hengel voor een volle zaal. Ons platatoon als dialect vermeld. Daar is weer achterhaald verbie. Want zo in ene keer heb deskundigen in een die zijn vastgesteld. Ja, dat ordinair en plat is ze verteld. Dat het moestreed al heet. En dat is toch wel iets meer. Molle tegengeleerde heren van ons is iets gesleerd. De slot van rekening zit die al jarenlang in plat. Door hem geef je een suggestie in deze delicate kwestie. Want de gezanen over terminologie hem ook gewoon zat. In het vervolg zingt hij gewoon in de taal der autochtoon. Dat klonk heel wat interessanter, eleganter en pedanter. Dan spreekt al dialect op het gewone plat. De meeste schrijvers schreef niet of een oog. Gedichten over grotvaar, grotmoor, heel meer als zat. Maar in onze ogen is het eigenlijk zo. Dat eigen iets gedode melnatoon. Anders heeft ons dialect, ondanks alles, op sigat. Met dit lied wil je beweren dat je ook best wat kunt presteren. Aan je eigen taal gebroekt. Maar zo eigen niet. Door een geef je suggestie in deze delicate kwestie. Want de hart nog vroeger is te groot en dat is ons verlies. Voor hem schreef ze niet gewoon al wat er dagelijks is te doen. Want dat komt toch wat reëler, informeler, actueler. In spreektaal dialect, al in het gewone plat. Nichtwiet van Depen ligt Eente. Daar woont Henny Stamsnijder. Ik denk dat hij allemaal hem kent. Een kampioen in het veld erin.
die treffen Henny in de fietsenzaak van Bert Boom. Hoe ben je zo bezig op de home trainer? Hoe zit uw dagprogramma eruit? Nou, nu begint dat met een beetje een duurloopje zo. Ting het niet. Nu val ik achter, dan ben ik er weer. Meestal doe ik dat met Noord. En dan eten we wat met het gezin. En dan zo rond een uur of negen ben ik meestal weg voor de mantraining. Wat meestal zo'n 3 uur is. En dan is het zo zakelijk op de weg. Henny, hoe komt een wielrenner er nu toe om in plaats van een mooie gladde weg door de busken en door het zand in te gaan jagen? Ja, het is natuurlijk wel een volwaardige tak van de wielersport, cyclocrossen. Dat bestaat altijd daar. Dat is veel zwaarder. Ja, dat klopt. Maar op een gegeven moment kom je op jonge leeftijd vaker met dat gebeuren in aanraking. In mijn geval was dat ik in winter eigenlijk niet wat erdoor na, omdat je in de zomer gewoon op de weg fietsen. En dan was het gewoon een beetje conditie proberen te holen met cyclocrossen. Nou, en dat ging zo goed dat je natuurlijk wel verder in gaat bekwaam. En zo langzamerhand groeit dat van het ene naar het andere. En het resultaat is zo een beetje bekend, denk ik. Ja, en zo laatst over die vorstige grond zag, laatste zondag was dat leuk. Ja. Dan zei je, nou, dat lief en die fietsen die moet heel wat lean hebben, nog niet? Ja, dat klopt ook wel. Je hebt veel meer te lean als op de weg. En dan steek je die nou dat natuurlijk bij ons maar een uur en een kwartier duurt. En op de weg dan kan je soms wel zeggen dat je 6-7 uur op de fietsen zit. Maar ja, ik heb alle takken was een beetje in de doornen van het wielrennen. Ik heb op de baan erin, ik heb op de weg erin en ik heb in het veld erin. Dus en ik heb op alle onderdelen was een beetje een nationale titel. Maar het grote publiek dat ken je eigenlijk alleen meer van het cross. Maar ja, en dat loopt me gewoon zo. Die praat nu plat met elkaar. Die vertelt net dat hij met Jos Lammerting bent en die bent in ander gezelschap, dan praat hij gewoon ook Twents, hè? Ja, als we met elkaar zitten praten, maar dan vind ik gewoon als... het is natuurlijk wel zo, als je in een grote groep zit, wat leuk tussen zit, die het niet verstoort, dan praat hij gewoon van Nederlands. Maar ja, als we dan onderling wat hij elkaar zingt, dan praat hij gewoon plat. Ik vind het niet dat je door verrode schaam. Regelmatig wordt er ook via Radio Oost in Twents praat. De cabaretier Harm Oudriessen, of zoals hij het Harm achter is, begint hier met zijn zondagmorgenprogramma. Radio Oost. Goedemorgen, tot 1 uur, 3 uur lang regionale radio voor Overijssel op Radio 1. Maar we beginnen met Harm Oudriessen met Harms Farms Piratendisco. Sinterklaas is weg, maar een ambeloos haringbedrijf zit met een zwarte piek. Goeiedag. Zo, dat was dan eens een keer helemaal de Harms Farms Disco. Op verzoek van Sinterklaas, dat die vurige wekker te gast was. En wat Sinterklaas betreft, daar kom ik straks na 11:30 nog even op terug. Mijn fiets zover is, ga eerst een wandeling maken langs het strand. Met de straatzangers, aan het strand stil en verlaten. Wat denk je van mij, dat gek op koe bin, dat mijn hart deur hoe sneller gaat slaan. Als ik naar u kijk, dat mijn knee dan knikt, als hij even bij mij komt staan. Wat denk je van mij, dat met u... Revues zijn populair in Twente. De Weerense revue is nabekend. In de Hagen in Almelo een volle zaal. Een Twentse humor wordt slim waardeerd. Je moet wel verstaan kunnen. Aans begreep je een heel deel grepjes en opmerkingen niet. Hypotheken gooi je ook dood, weet. Alle bang hebt over hypotheken zo en hypotheken zo.
Ik weet nog wel graag dat ik aanvroeg een hypotheek van 1500 gulden. Wie deunen geen ogen dicht te snappen. Onze Jan heeft er een van 150 doen, zodat ik als man zijn geen wakker kreeg. Drijfmest zit de kraan ook van vol, maar ook stront af. Dat ging het hard, hoor, was Jan en moeder drie. Eerst twee jongens en toen mee. Dat ging het hard. Oh, de Olsen, dat Grijske, dat is dan weer... Ging dan lang weer naar de grote school in, hè. Zo'n klokkelken, hè. Dat was zo'n klokkelken. Verstandig, dat ik u vertellen, dat heeft trouwens van mij. Maar elk wat heeft overal even een antwoord op, hè. Overal. Les dat de meester hem op school vroeg hoe hoog of de school was. Toen zeggen 1,40 meter. Maar Graatje, zegt de meester, je bent zelf al 1,50 meter. Hij zegt, dat klopt precies wat die rotschool zit niet tot door. Ieven neemt dat de Twentse sprook, uw eigen strektaal, nog lang niet voet is. Dat veel lui die taal nog spreekt en verstoort. En dat je Twents eindelijk, als inwoners van Twente, tenminste een luk verstoren moet kunnen. Wie besloot een band met een liedje van Henning van Scheen, met als titel Onze Volk, zung de Ben Donkelaar. Als een oud meske vassen een letter zaad en ske hengelborne, dat is Twentuur laat. Assel, Bokel, Twekkel, Bekken, Delm en Ul. Door zijn de leu nog nuchter, zo als ik het vuur. Onze volk, onze volk, onze volk, onze volk.